Kunt u nou waterschappen vieren? Want de dia die u liet zien van die drainage daar in Ottawa, die triggerde mij, wat me eigenlijk opvalt in alle, ook in het verleden, ik denk een jaar of 10 terug, aan alle erosieproeven. Die zijn begonnen aan de Waddenzee, maar ook bij de Prosperpolder. Dat zijn alle twee situaties met een zandkern en daardoor ook een lage phreatische lijn. Ook nog geholpen door zeg maar een hele grote getijde, een meter of 6 denk ik bij Antwerpen. En dat is een heel andere situatie dan in het bovenrivierengebied met volledig kleidijken met dikwijls van nature een hoge phreatische lijn. En het bovenrivierengebied daardoor ook een kenmerkende langdurige hoogwaterperiode, die daardoor die phreatische lijn door indringing ook nog eens sterker verhoogt. Het valt mij op dat in al die proeven, ja, om ze simpel en eenvoudig te houden en de parameters aantal ook beperkt te houden, dat die invloed van die phreatische lijn, die wordt ten onrechte ja, niet in beschouwing genomen. Terwijl die dia van die drainage bij Ottawa, ja, dat geeft volgens mij wel degelijk het relevante belang en de onderlinge beïnvloeding daaruit. Hè. Dus uiteindelijk het mogelijk afschuiven als gevolg van langdurige verweking. De invloed daarop op de erosiebestendigheid. En daar zit volgens mij een onlosmakelijk verband tussen, die tot op heden eigenlijk altijd uit elkaar is getrokken. En door de veelheid aan proeven en aan de Waddenzee, en denk ik ook in de omgeving van Antwerpen, dus met lage phreatische lijn, grote getijdenwerking en een zandkern, is een andere situatie dan, ik denk ik ook, stroomopwaarts van de Schelde. Weet ik het, omgeving Gent, daar zullen het waarschijnlijk allemaal kleidijken zijn. En mijn suggestie zou zijn, als de ruimte en energie doeproeven met een dijken met een zandkern, maar ook nadrukkelijk met een kleikern en een wellicht geforceerd langdurig hoogwater, om daar wat inzicht in te krijgen. Waar is uw reactie daarop? Ik ben het zeker met u eens dat het zeker van belang is om te gaan kijken van wat is nou de invloed van een phreatische lijn en hoe verandert die phreatische lijn met de tijd. Die proeven in Ottawa hebben dat toen blijken dat zeker een invloed heeft. En het wordt te vaak verwaarloosd. En dat is jammer. Ook bij overslagproeven, de overloopproeven die we in België hebben uitgevoerd, moet ik zeggen dat je voert je proef uit als er een mooi laag water is in de Schelde. En je gooit er wel water over die dijk heen. Maar het hele effect van zo'n phreatische lijn, zo'n dijk zal zich anders gedragen dan wanneer het heel extreem hoogwater is in de Schelde. Maar het blijft altijd heel erg moeilijk natuurlijk om zo'n hele situatie na te bootsen, waarbij je ook nog echt extreem hoogwater hebt. Maar misschien moeten we daar toch eens een keer over na gaan denken hoe we dat toch op een goede manier mee kunnen nemen. Heb jij nog iets aan te vullen? Ja, ik beaam dat wel. Ik denk dat we dat moeten proberen. Want dat verklaart misschien dat sommige dijken nu na uren overloop niet falen en andere wel. En dat wordt bij de huidige terreinproeven, zoals je zegt, uiteengetrokken. We laten hem maar falen met één mechanisme. Ja. Er zijn heel veel getallen met die zandkern, die lage phreatische lijn. Maar als dat getal van dat aantal proeven maar hoog genoeg is, dan wordt dat denk ik ten onrechte als de enige waarheid beschouwd. Terwijl er stroomopwaarts in het bovenrivierengebied met een andere dijkopbouw de wereld toch anders in elkaar zit. Ja, de oproep om goed te kijken naar de belasting van het systeem, het type systeem en dan conclusies trekken. Ja, hele mooie. Nog een andere vraag, Wouter? Nou, even een toevoeging. Hier heb je natuurlijk ook het voordeel weer van die lengte. Je zou er gewoon 3 naast elkaar kunnen doen. Hè? Dus eentje met een lage phreatische lijn, lage waterspanning in de dijk. En eentje met een rechte. En eentje waar je echt sprake hebt van opbolling of zo. En ze alle 3 hetzelfde regime qua proef geven. Dat soort zaken heb je volgens mij hier, omdat je echt zoveel ruimte hebt. Zou ik echt dat soort dingen hier uitnutten, zeg maar. Verschillende omstandigheden creëren binnen de proef. Oké.
Hier nog een vraag? Ja. Misschien een kleine aanvulling. Ik hoor dat, dat we de mogelijkheid hebben om mooie proeven uit te gaan voeren. Voorafgaand zou het eigenlijk heel mooi zijn om die dijken goed te inspecteren. Dus een nulsituatie te doen door een inspecteur. Ik ben zelf inspecteur bij Waterschap Drentse-Overijs Delta. Wij zouden het heel erg interessant vinden om vooraf die dijken te inspecteren. Van hoe liggen ze erbij? En ook tijdens de proeven en na de proeven. Om te kijken van wat gebeurt er. Wij kunnen er heel veel van leren. Wij hebben, wij denken dat we veel kunnen, maar extreem hoge watersituaties hebben we eigenlijk nog niet gehad in ons gebied. Dus we willen ook graag leren van hoe een dijk zich hoe die reageert. Hij geeft altijd signaal af, dat geloof ik altijd. En als we dat in echt kunnen zien, ja, dat zal alleen maar meegenomen zijn. Ik denk dat het ook zeker nuttig is om echt dijkbeheerders en ook erbij te betrekken. En jullie ook tijdens de proeven daar misschien te laten staan. En gewoon te zeggen, nou, volgens jullie ervaring, de praktijkervaring, hoe schatten jullie nou in, wanneer gaat hij nou falen? Wanneer is de kritieke situatie bereikt? En dan ook kijken, misschien kunnen we een wedstrijdje doen tussen de Nederlandse en Vlaamse beheerders. Welke kunnen dat het beste inschatten ofzo? Wedstrijd zit er wel in, ja. Ik dacht eigenlijk gewoon, we hebben altijd wel iemand nodig voor de camera vast te houden. Dus als jij ondertussen dan... Maar jij weet dan waarop je moet richten. Dus dan, Ja, dat is een mooie vorm van samenwerken. Niet alleen vanuit het kennisdomein, maar ook vanuit het beheerdomein. Dat er op dezelfde proef dus dingen te halen en te brengen zijn. Dat is heel mooi. Zijn er uit de zaal nog meer vragen? Ja, daarachter. We hebben nog een paar minuten. We zijn ook iets later begonnen, dus we kunnen ook iets later afronden. We kunnen 5 minuten langer doorgaan. Reindert van Braak van de Bomenwacht. Nou, het woord zegt het al, bomen. Bomen en erosie. Ik was nog bekend eigenlijk of er een vak mogelijk is waar ook bomen op staan, waar je ook kan kijken waar de erosiebestendigheid rond die bomen, hoe dat zich gedraagt. Is dat er? En zo ja, lijkt het me heel interessant voor heel veel mensen om te kijken of bomen schadelijk zijn in dat opzicht. Er staat geloof ik wel ergens een boom op de Vlaamse zijde van... Ja, er is een beetje... houten gewas langs de rivierzijde, dus van op het schor richting dijk gekropen, maar eigenlijk op de dijk landtaluut. Toch zeker niet de populiere bomen van tientallen meter hoog, die hebben daar niet. Ja. Gaan jullie aandacht er wel naar uit om daar meer informatie over te verzamelen, waar mogelijk? Of is dat nog buiten beschouwing en gaat het nu om hoofdlijnen, om gras? Ik denk deze proef, of deze 1,5 kilometer is vooral de vegetatie, noem ik het dan al, want het is niet enkel gras dat daar groeit, maar nu, er is wel vanuit beheerderstandpunt veel interesse naar bomen. Welke bomen, ik zal om het, proberen niet oneerbiedig te zijn, maar door achterstand in beheer of andere prioriteiten zijn er heel wat bomen iets te groot geworden en die allemaal kappen morgen is gewoon geen optie. Dus goede keuze van welke boom moeten we het eerste jaar, of moeten er zeker uit, welke kunnen laten staan, welke vergen extra aandacht, ik weet dat niet wat. Die keuzes, daar is bij de beheerder zeker vraag naar. En ondertussen ook wordt er wat opleidingen gedaan rond, ik zal al zeggen, het goed snoeien van bomen en bepaalde fenomenen herkennen, daar zijn ze mee bezig. Ja. Nou, het gaat eigenlijk om de stabiliteit van de bomen, hè? En ik heb in 2008 ook bij jullie op de inspectiedag gesproken, weet je nog wel, denk ik. En dan gaat het eigenlijk niet om bovengronds kijken, maar meer hoe houdt die boom zich vast in het dijklichaam. En dat is eerder bepalend voor, is hij te handhaven, veilig, dan we kijken bovengronds. Dus dat is een suggestie. Ik denk dat het nu voorlopig bovengronds kijken naar de gezondheid van een boom, om dan de prioriteit van aanpakken in te schatten. Maar de ondergrond, er zijn geen proeven naar... het wordt ook een stel van een dijk of zo, waar ik weet van heb. Als die boom minder wind vangt, dan is dat de veiligste boom op de hele dijk. Dus als je kijkt naar conditie, zit weinig blad aan, is dat bovengronds gezien de veiligste boom van de dijk. Om even de knuppel aan de hoender ook te gooien. Ja. Aandacht voor de boom. Aandacht voor de boom. Ja. Ja, als waterwegbeheerder ben ik ook wel geïnteresseerd in de problematiek van graverijen. Hè. Want u haalt het voorbeeld aan van konijnen. Maar vandaag de dag kennen wij in Vlaanderen ook wel enige problemen
Als waterwegbeheerder ben ik dus ook wel geïnteresseerd in een onderzoek naar die graverijen en het effect van zo'n graverijen op de dijk en in welke, op welke moment dat dat cruciaal wordt of dat dat echt een problematisch iets wordt. U haalt het voorbeeld aan van konijnen, maar wij hebben in Vlaanderen tegenwoordig ook wel problemen met de bever op dat gebied. Ik denk dat jullie die in Nederland misschien ook gehad hebben en dat er daar al een beetje een kentering is in het beleid rond de bever. Dus moest er in Prosperpolder kunnen gesimuleerd worden of proeven daaromtrend kunnen gebeurd worden wat de invloed is van zo'n graverij en of dat het dan effectief, wanneer dat het problematisch wordt, daar ben ik zeker in geïnteresseerd. En nog even terugkomend op de grasmat, Patrick. We moeten uiteraard roeien met de riemen dat er zijn, dat weet jij, met belastingsgeld dat er is. Maar desalniettemin, met het schaarse belastingsgeld, ben ik toch verheugd om te vaststellen dat de grasmat, hoewel ze slecht was, niet kapot te krijgen was. Hè. Nee, eigenlijk misschien wat Wouter ook zegt en jij, om daar terug op te komen. In feite, achteraf gezien, is de proef nooit gelopen zoals je had gedacht. Ik zie dat ook bij andere proeven in Nederland ook wel. En kan je wel een verklaring vinden voor een bepaalde schade ergens, maar kan je het, een molle hol zal het niet geweest zijn, maar bepaalde anomalieën die in de dijk zaten, zorgen dan toch voor de trigger. Ik weet niet of we daar gerust mee kunnen slapen, maar als er geen anomalieën zijn en je gras is goed onderhouden, ja, dan weten we wel hoe dat de dijk sterk genoeg is. Maar misschien moeten we die anomalieën beter in beeld proberen te krijgen. Welke anomalie is een probleem, welke niet. En dan de 1,5 kilometer die we daar hebben, mocht daar voldoende uniformiteit in basis in zitten, kunnen we misschien zelf leuke anomalieën bedenken. In wie wordt het vraag? Ja, ook al in de presentatie werden gesteld, de reactie ook vanuit beheer. We lopen tegen het einde van deze sessie, maar dat is nog één laatste vraag. Dan kijken of we die nog de ruimte kunnen geven. Ik ben Jelle-Jan Pietersen van Waterschap Scheldestromen. En nou, de mooiste dijk is natuurlijk een lege dijk met een mooie grasmat. Maar laatst had ik een gesprek over zonnepanelen op dijken. En men denkt dat 15% van het oppervlak van alle dijken in Nederland daar geschikt voor is. Voor de opbrengst van zonnepanelen. Het is misschien interessant om ook een onderzoek te doen daarnaar. Een concept van zonnepanelen, dat zijn matten waar die panelen in zitten, die op dijken gelegd kunnen worden. En misschien kun je daarmee juist die dijk versterken. Dus erosiebestendiger maken. Dus misschien is het leuk om zo'n onderzoek ook te doen. Om zo een of andere mat te installeren is of zo? Ja, om te kijken of je daarmee de dijk juist erosiebestendiger kan maken. Ook omdat het idee leeft om de dijken niet hoger te maken, maar wel erosiebestendiger. Zou je dat misschien kunnen combineren met elkaar? Ja, want dat heb ik wel ondertussen geleerd van de proeven die we deden. Als je geen gras hebt, en het mag dan nog slecht gras zijn, maar geen gras, dan gaat het gewoon wel enorm snel. Hè. Dus als je het gras, ja, ik neem aan dat gras onder een zonnepaneel niet kan groeien, nee, waarschijnlijk dan heb je wel iets nodig van bescherming. Ja. Mag ik misschien nog één vraag aan de groep gooien, richting wat ik daarnet van zei, de inschatten van de erosiebestendigheid. Als we dat nu op basis van een aantal klassieke geotechnische parameters doen, waaronder IP, plasticiteitsindex, wat zouden andere kenmerken kunnen zijn van grond om eigenlijk de erosiebestendigheid, en eigenlijk niet van grond, hè, het is eigenlijk van de afdeklaag, hè, vegetatie en in zijn geheel. Aan wat denken jullie om de erosiebestendigheid op verschillende locaties onderling te vergelijken of te kwantificeren? En IP is geen goed antwoord. Het verdichtingsgraad. Mag ik één ervaring? Ik heb ooit staan kijken bij Delfzijl. Daar hebben ze proeven gedaan met een kale taluut. Een taluut met gras en een taluut met gras met geotextiel. En die geotextiel was een heel grof geotextiel. Hè? En dat was veruit het beste taluut. Dus gras en een geotextiel erin. Dat is, die proeven zijn gedaan in Delfzijl. Ik geloof dat het een van de eerste proeven in de praktijk was. Dat zijn proeven met overslagsimulator of overloop? Ja, er stond gewoon zo'n golfoverslagmachine op de dijk bij Delfzijl in Groningen. En daar hebben ze drie verschillende taluuts vergeleken. Dus niks, gras en geotextiel. En dat moet ergens gedaan worden. Ik denk dat was in het kader van Comco 2008 of 2007. Patrick geeft ons een vraag mee. Misschien goed om dat eventjes
tot ons te nemen en misschien in de pauze nog even aan te schieten met een eerste antwoord. Ook omdat de klok in deze onverbiddelijk is en we ook weer even moeten wisselen. De vraag is gesteld, we denken er even over na en komen graag daarop nog even bij je terug. Bedankt voor deze bijdrage, bedankt voor jullie aandacht. En ik denk dat nu het moment om even te wisselen of te blijven zitten, want we gaan hier op dit thema van Bresproeven gewoon nog even door.